In elke Belgische woning is wellicht een product van Plastiflex te vinden. En toch is dit Limburgse bedrijf een echte hidden champion. Het is een wereldmarktleider in flexibele buizen voor stofzuigers, wasmachines, medische en industriële toepassingen. Duurzaamheid staat hier vandaag hoog op de agenda. Wij produceren die flexibele slangen, dikwijls in plastic. En tot recent waren dat in feite bijna altijd slangen in virgin resin, zoals dat heet. Nu, wij zijn al een tijdje bezig om te kijken om zoveel mogelijk gerecycleerd plastic te gebruiken. Dat kan dan van verpakkingsafval zijn, maar meer en meer ook kijken wij naar circulaire systemen, waar bijvoorbeeld een van onze klanten dan zijn stofzuigers recycleert en dan de slangen van die stofzuigers opnieuw gebruikt worden om opnieuw plastic te maken. En we denken dat dat een beetje het model zal zijn voor de toekomst. Die omschakeling naar een circulaire productie vergt grondig onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen. Hier in ons R&D-center zijn wij volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe slangen waarbij tot 70% gerecycleerd plastic gebruikt wordt. We hebben daar een aantal nieuwe ontwikkelingen gedaan. Eén, je moet je product zo licht mogelijk maken, want hoe minder materiaal, ook uiteraard minder plastic. En dan om dat te transfereren naar de productie, voornamelijk in de productieomgeving, heeft dat heel veel uitdagingen. De processen moeten anders aangestuurd worden, moeten nieuwe parameters gebruikt worden, moeten soms nieuwe, bij ons heet dat dan dices, een soort matrijzen gebruikt worden om toch met dat gerecycleerd plastic te kunnen werken. Duurzaamheid is een strategische pijler voor Plastiflex, zowel op het vlak van milieu, sociale impact als goed bestuur. Het stelde onder meer een Chief Sustainability Officer aan en deed ook een beroep op consultant BDO. Wij zijn natuurlijk geen specialisten en wij hadden de hulp nodig van een aantal externe experts, in feite voornamelijk voor twee domeinen. Het eerste domein was help ons eventjes om de volledige analyse te maken, zodat we zeker zijn dat we niks vergeten hebben. Bijvoorbeeld het produceren van afvalwater in de fabrieken was iets dat bij ons niet op de radar stond. En dan anderzijds, vanaf 2023 komt er een directief om een reporting te moeten hebben van ESG. En die KPI's definiëren was iets waar wij totaal geen ervaring mee hadden en waarbij we dus de hulp konden gebruiken van een external advisor. De groep, die wereldwijd 7 fabrieken en 1000 medewerkers heeft, merkt dat ook haar klanten stilaan meer aandacht hebben voor duurzaamheid. De investeringen worden de komende jaren dan ook onverminderd voortgezet. Het is zo effectief dat dat een aantal extra kosten met zich meebrengt, maar wij zien toch ook heel veel opportuniteiten langs de andere kant. Het is een investering, we zien het niet als kosten en wij denken dat die investeringen effectief op korte termijn zelfs zijn vruchten zal afwerpen en onze positie als leider bevestigen in de markt. We'll be right back.